Goedenavond allemaal, dames en heren. Van harte welkom in de Dorpskerk in Westmaas. Bij het kerstconcert van de stichting Vrienden voor de Dorpskerk. Een kerstconcert vanavond met een enorm koor. Pop op koor. Muzikaal begeleid door Frans Verburg. En onder leiding van Inge Ramachs-Wijs. Ik sta hier vandaag omdat onze voorzitter helaas even uit de running is, maar die komt volgend jaar bij de volgende avond vast weer van de partij. Onze stichting stelt zich ten doel fondsen te werven voor de instandhouding van dit hele mooie monument. Wij doen dat op twee manieren. De eerste manier is dat wij vrienden werven. U kunt vriend van ons, van dit gebouw worden voor een tientje per jaar. En als je een bedrijf hebt en je vindt het leuk om op de website te staan, dan voor 100 euro per jaar. En we doen het op een andere manier. Dat ziet u vanavond door het houden van benefietavonden. Vaak concerten, soms lezingen. En we hebben met al die activiteiten de afgelopen jaren al 34.000 euro kunnen bijdragen aan restauratie van bijvoorbeeld die prachtige ragen en andere activiteiten. Dus het zet zoden aan de dijk. Bent u nou nog geen vriend, dat zou natuurlijk zomaar kunnen, dan kunt u dat vanavond worden. En een belangrijk voordeel daarvan is dat u dan altijd als eerste op de hoogte bent van het programma van de benefietavonden. Met een belangrijk voordeel, dan ziet u er nooit naast, dan heeft u altijd een kaartje. En u kunt vriend worden in de pauze of in de afloop. Dat spreekt voor zich bij de consumptiebonden verkoop, vindt u de formulieren. Dan heb ik nog wat. Huishoudelijke mededelingen natuurlijk. Het eerste deel van het concert duurt ongeveer 3 kwartier. Dan is de pauze. Kunt u koffie en thee drinken in de munnik. Dat zit inclusief, is inclusief in de entree. En wilt u iets anders, dan kan dat tegen een consumptiebon. Dan hebben we deel 2 van ongeveer dezelfde duur. En we hopen dus rond 1 uur of 10 hier af te ronden. En dan is het nog tijd voor een gezellige nazit met een drankje. En die ronden we af om 1 uur of 11. Dat is in grote lijnen het programma. Dan denk ik dat ik verder hier niets aan toe te voegen heb en dat het ook tijd wordt om te beginnen met het programma waar u allemaal voor gekomen bent. Geniet van pop-up. Fijne avond en geef ze nog even een daverend applaus.